Welkom bij Meerbeek Caravans & Campers in Doetinchem. Mijn naam is Mark Meerbeek. We hebben al meer dan 40 jaar een fantastisch caravanbedrijf waar we echte topmerken verkopen. Bij die merken dan moet je denken zoals een Adria, Bici, Hobby, Vent, LMC. We hebben ook al een camperafdeling, maar vandaag gaat het over de caravans. En in een speciaal, echt een heel bijzonder model, een one of a kind van Adria, de Adria Action 361LH. Ik heb Gerrit-Jan en Ryan Meerbeek bereid gevonden om een mooie presentatie te geven. Hier staat die caravan. Dus ik draai de camera om. Heren, succes! Ja, mijn naam is dus Gerrit-Jan Meerbeek en ik zou Ryan een vraag willen stellen. Ryan, ik ben naar de vakantiebeurs geweest en naar deze camping wil ik dus toe van de zomer. Die staat in Frankrijk, in de Provence. Ja. En Ryan, luister naar mijn vraag. Met welke caravan kan ik het beste op vakantie gaan als ik al wil gaan vandaag? Dan kunt u het beste op vakantie, of kun jij het beste op vakantie gaan met de Adria? Deze camping dus, hè? Die camping, ja. Ja. Die is echt heel erg geschikt voor de Adria Action 361LH. Want het is heel kleurrijk op deze camping. En in deze Adria caravan zitten heel erg veel mooie ramen. Dan kunt u al die kleuren heerlijk bekijken. Ook als u in de caravan zit. Dus als u binnen in de caravan bent, kunt u eigenlijk ook buiten. En dat is deze meenemen. Ja, mooie tip. We gaan de kijkers er nog iets meer van vertellen. Wat ik zelf heel belangrijk vind. Als ik kampeer, dan wil ik eigenlijk contact hebben met de buitenwereld. En als ik een raam openzet en ik heb contact met de buitenwereld, kom ik in contact met de natuur. En als ik dan in een comfortabele bed ga slapen, ervaar ik elke keer weer, ik ga 4 keer per jaar naar de campervakantie, 1 nacht slapen in een caravan met de buitenlucht in een comfortabel bed. En ik word elke keer weer als herboren wakker. Daarom ga ik ook zo graag naar de campervakantie. Maar deze Adria Action, we gaan er even wat dingen van de buitenkant van laten zien. Bagage meenemen is geen probleem. Een geweldig serviceluik. Camera laat de kijker zien hoe groot dat dit serviceluik is. Doorladen kan compleet naar de andere zijde, dus er kunnen allerlei grote artikelen op in worden gelegd. Dit is dus die Action 361LH in de grijze uitvoering. Heel, heel sportief. Mooie blauwe accenten zitten erbij op. Deze kerk heeft standaard een as van 1300 kilogram. Al het ledige gewicht is slechts 890 kilogram. Dus u hebt een laag vermogen van 410 kilogram, dat is geweldig. U kunt eigenlijk alles meenemen wat u wilt. En dat is een 5,22 lang. 5,22. Heel compact. Ja. Ja, heel compact. En 2,30 breed. Nou, we gaan nog even kijken naar meer leuke details. Wat kun jij zeggen van die velgen? Het is gewoon super modern. Tegenwoordig zie je dat ook bij hele moderne auto's. Maar dus ook bij de Adria Action. Hele mooie velgen, daar in het midden. Ook heel leuk een caravan logotje. Maakt het lekker herkenbaar, dat is ook het logo van Adria. Dan ziet u het staan, Action 361LH. Heel erg mooi. Het is natuurlijk de perfecte die lamp connectie. Is ook benieuwd. Nee, maar het is de perfecte connectie dat ding. Want je ziet dus steeds meer elektrische auto's in de markt verschijnen. En deze kerk is zo licht, die is ook geschikt voor elektrische auto's. Geen enkel probleem. Inderdaad. Dus welke auto je ook hebt, dit is geschikt. En die velg die daarop zit. Die zit ook heel vaak op een elektrische auto. Dat is een match. Deze caravan is inderdaad ideaal voor een elektrische auto. Maar als je zo'n caravan gaat verzetten, is het toch nog altijd wel een beetje zwaar. Maar daar hebben we meer over nagedacht. Deze caravan is voorzien van de Enduro 515 FL Mover. Daarmee kunt u alle caravans heerlijk verplaatsen op de camping. En dat is dan, gaat dan gepaard met een lithium accu. Als die accu helemaal volgeladen is, kunt u 35 minuten lang rangeren. Dus dan weet u zeker dat de caravan op de juiste plek staat. Maar Ryan, een vraag daarover. Ik heb begrepen dat sinds kort die 515 nu beschikbaar is. Hè? Ja. Wat is nu het verschil met de voorganger, de 505 van Enduro? Hij is geluidlozer. Hij gaat ietsje sneller zelfs, omdat de rollen wat groter zijn. En hij is gewoon bestand om hele zware caravans van A naar B te verplaatsen. Deze is niet heel zwaar, maar is wel ideaal voor de Enduro mover. Achterzijde van de caravan, weer zo'n prachtig raam. We zien weer het grijs. Gecombineerd met de blauwe elementen, wat ik al zei, dat is heel sportief. Hoe maak je zoiets? Maar in zo'n fabriek, hoe maak je dit? Ik vind zelf, het moderne, die lampjes, is ook weer een beetje retro. Hè? Is ook een soort retro look, komt heel, heel, heel mooi over. Deze zijn helemaal niet nodig, hè? Want die mover heeft ze dus. Dit remblis zit erop. En dat laatste, veiligheid. Nog even snel aan de voorkant, want dat zijn we bijna tevreden. We krijgen bij deze ook de tube fietsendrager erbij. Ik zal even de camping verplaatsen. Zo. Kunnen ook gewoon e-bikes opstaan. Zware elektrische fietsen, die kunnen ook lekker mee.
En dan kregen we straks een open-sessie. Een sessie van een open stabilisator. En ik wil hem heel graag aan de binnenkant gaan bekijken. Ja, ik ook. We hebben al veel verteld van de buitenkant. Nu snel naar de binnenkant. Kom mee. Welkom kijker. Ik ga nu de deur voor u open doen om al het moois van de binnenzijde te bekijken. Het is wel leuk om te vertellen dat mijn persoonlijke lengte ongeveer 2 meter is. En als ik er dus instap, ik ben 2 meter, ik pas er dus perfect in. Dat is zo mooi van dit compacte ruimtewonder. We zien hier allerlei mooie details. Een keuken met een 3-pits gas, elektrische ontsteking, hele moderne knoppen om te bedienen. Het hele keukenmeubilair is uitermate solide, echt topkwaliteit. Adria staat eigenlijk sowieso bekend als kwaliteit en natuurlijk design. Dat kunnen we op allerlei manieren zien. Lades, allemaal stevig, functioneel, groot. Je kunt eigenlijk al uw keukengerei heel makkelijk plaatsen in deze lades. Nog een uitgebreide kast. Adria staat er ook bekend om dat in de toiletruimte eigenlijk alles op 1 vierkante meter zit. Dat ziet u hier. 1 vierkante meter, dan bedoel ik dus een toilet, een douche. En boven het toilet zit nog een wasbak. Ik zal hem even naar beneden doen. Dus op 1 vierkante meter heeft u een super luxe sanitair. Ook heel gemakkelijk in de Adria Action 361LH is de combinatie koelkast en kast. Ik zal beginnen bij de kast. Die kast kan zijn legkast. Planken kunnen eruit. U kunt ook zeggen, ik maak er een hangkast van. Dat is dus ter eigen keuze. Kunt u individueel zelf kiezen wat u praktisch vindt. En die koelkast, die zit op een hele prettige hoogte. Als u hem open doet, is eigenlijk zonder te bukken alles makkelijk te pakken. Het lijkt ook een nieuw type koelkast te zijn. Het is ook een nieuw type, ja. Heel mooi. Knopje, interessant. Vloerverwarming is standaard voorzien in deze Adria Action 361LH. Tegenover de koelkast vind ik nog een plateau waar bijvoorbeeld een tv gemonteerd kan worden. Overige kastruimte, hier zit bijvoorbeeld de bestekbak in. Ook heel praktisch. Nog een lade. En een kachel, natuurlijk ook met ringverwarming. Bluetooth is ook standaard aanwezig. Dat betekent dat u met uw iPhone uw favoriete muziek kunt afspelen. Dus als ik het goed begrijp, zitten er speakers in gebouwd. Ook dat. Prima. En ik denk dat het nu tijd wordt dat ik even op die hele comfortabele kussens ga zitten. Ryan zit er al op. Hoe bevallen die kussens, Ryan? En wat zou jij van de voorzijde van deze caravan kunnen vertellen? Ja, de kussens zitten in eerste instantie heerlijk. En ze zitten niet hard, niet zacht. Gewoon perfect. Ze vormen zich perfect naar u zit. En de voorzijde is prachtig, want hier zien we dat grote panoramaraam. Adria noemt dat atrium leefstijl. Dat zie je ook bij hele hoogwaardige architectuurprojecten. Zie je dat? En dat zijn de combiodes inderdaad. Je kunt het allemaal verduisteren. Je kunt muggengaas ervoor doen. Dat kan bij dit raam uiteraard ook. Hele leuke kussentjes. Weet je wat wel eens een vraag is, wat ik wel eens krijg als mensen hier komen? Dan vinden ze dat raam helemaal geweldig. En dan zeggen ze, als daar in de zomer de zon op staat, wordt dat dan niet te warm? Dat wordt dus niet te warm, omdat dit ook aanwezig is. Als er dus te veel zon is, kunnen we dit omhoog doen. En houden we de zon buiten en de koelte binnen in het interieur. Ja, dat is heel slim. Heel slim, ja. Mooie lampjes met een zwanenhals. Dus als u een keer een boekje leest in de avond, kan dat natuurlijk ook. Maar wat kan in die voorzijde nog meer? Want je moet ook ergens slapen natuurlijk in de caravan. Dan kun je hier zo op slapen. Dit is een bed. En dat is een bed. Je kunt als enkele bedden slapen. Ja, en wij gaan nu even laten zien hoe dat moet. Dus dan zie ik u dadelijk terug. Tot straks. Nou Ryan, wat een comfort als we hier liggen. Hè? En dan kijk je door dat raam. Dan stel ik me voor dat er weer bomen boven zijn. Dan krijg je die connectie met de natuur. En dan word ik 's morgens wakker. En doordat ik dan die connectie met de natuur heb gehad, word ik echt herboren wakker. Die ervaring heb ik elke keer weer als ik kampeer. En dan heb ik eigenlijk nog aan één ding zin. Dan wil ik eigenlijk de Bluetooth gebruiken. Dan ga ik muziek opzetten. Ja. En ik ben zelf wel een Elvis-liefhebber, zeg maar. Oh, dat is mooi muziek. Zou jij dat ook doen? Ja, ik zou dan zelf, omdat dat gevoel krijg ik bij deze caravan. I can't help falling in love with you. Met deze caravan. Dat vind ik wel een mooie. Ik heb nog een andere in gedachten. Oh. Ken je ook dat nummer Always on My Mind? Ja, die ken ik ook wel. Ja. En jij die zingen? Nee, ik kan het niet zingen. Oh. Maar dat heb ik wel. Dan heb ik dus deze caravan in gedachten. Dit is zo'n mooie caravan. En die kussens, dat is echt helemaal geweldig. Je zit er goed op, je slaapt er goed op. Ja, je zult echt als herboren wakker worden als je het comfort mag beleven om met zo'n caravan als deze vakantie te gaan. Wij nodigen de kijkers uit om dit ook te komen proberen. Ja. Ons bevalt heel erg goed. En deze caravan, als je hem eenmaal gezien hebt, die blijft always on your mind. Daar ben ik zeker van. Ja,
You can't help falling in love with it. Kom op, heren, niet te lang dromen. Ik vind dat we nu even naar die prijs moeten. Zullen we even naar buiten gaan naar de prijs? Dat gaan we doen. Is deze caravan ook betaalbaar, Gerrit-Jan? Ja, die is zeker betaalbaar. Hij is dus in de complete Meerbeek all-inclusive uitvoering. En dan krijg je veel, hè. In die Meerbeek all-inclusive uitvoering krijg je gewoon de mover erbij. Staat hier. Dat is die volle automaat mover wat we straks verteld hebben. Maar nog veel meer. Ook dus de lithium accu, de vloerverwarming, de zuiltafel, twee servosluiten, aluminium velgen, extra laadvermogen tot 1300 kilogram, de Black Brunello Black stoffering, sierkussens, fietsendraag, echt alles. Ja. Bruto kost die caravan 31.635 euro. Maar als u dus ons benadert en ons per mail of per telefoon vraagt wat is jullie Meerbeek all-inclusive aanbieding, dat is echt een hele speciale aanbieding. Dat is namelijk 28.995 euro voor het gehele pakket. We geven u dus gewoon vakantiegeld mee. Ryan, hoeveel vakantiegeld kunnen wij de consument op dit moment aanbieden? 2640 euro. Dat is geweldig. En betaalbaar? Jouw vraag was betaalbaar. Ja, deze is echt betaalbaar. 28.995 euro. En u heeft de perfecte caravan ter beschikking. Hoe snel kunnen wij deze caravan aan mensen leveren? Als ze beschikbaar zijn op onze website www.meerbeek.nl, dan zijn wij in staat om ze binnen 24 uur te leveren. Op dit moment kan dat. Neem contact met ons op over de mogelijkheden. Dat verandert wel voortdurend, maar op dit moment is het echt mogelijk. Bellen, mailen en wij helpen u natuurlijk graag. U kunt vandaag nog op vakantie. Dankjewel voor die enthousiaste presentatie, heren. Waar ze goed begrijpen heeft die 361 LH. Op dit moment ook een broer erbij eigenlijk, hè? Ja. Kun je daar nog heel even kort rondomheen lopen? Ja. Dat is de grote broer, dat is de 391 LH. Wauw. Heel erg mooi. Ik heb inderdaad een rondje meelopen. Die staat ook gewoon bij ons in de showroom. We hebben twee van die leuke dingen, dat fietsenrek, hè? Dat is nieuw, hè? Van Enduro, hè? Dus deze heeft een wisselbak voorop. Gaaf. Een fietsenrek in twee trappen. Voor elektrische fietsen. Deze kunt u ook pas net uit. Dat is pas net uit. Deze kunt u ook op ons YouTube kanaal bekijken. Hebben we er ook helemaal op. Nou, dat komt dan heel erg goed uit, want ik zie dat we echt naar het einde van de tijd van deze film lopen. Dus Ryan en Gerrit-Jan, ik wil jullie bedanken voor die uitgebreide presentatie. En dankjewel en tot ziens in Doetinchem, zou ik zeggen. Always on online.